Yo gasten van YouTube, ik ben Mitchell, dit is Jeffrey, mijn broer. En wij gaan de Bean Boozled Challenge doen. Ik heb hier de Bean Boozled Challenge. Voor de mensen die niet weten wat het inhoudt, leg het even uit. Het zijn jelly beans, hè. En, normaal ben je gewend dat er een lekkere smaak aan zit, fruitsmaak of zo. Ja. Nu kunnen er ook vieze smaken bij zitten. Je pakt bijvoorbeeld de gekleurde, de stippeltjes, zeg maar. Dat kunnen stinksokken zijn of tutti frutti. En het, ja. Dat heb je met allemaal smaken. Zo heb je bijvoorbeeld ook gras en limoen en rotte ei en boterpopcorn en tampesta en blauwe bessen en heel veel vieze smaken. Kots en persik, weet ik veel wat allemaal. Je hebt hier al de snoepjes. Ze zien er wel lekker uit allemaal. Ze zien er inderdaad allemaal lekker uit. Hier is een draaispelletje. Er moet bijvoorbeeld Jeffrey moet voor mij draaien welke ik moet pakken. En dat moet ik ook voor hem doen, dus ja. Dat wist ik dus even. Ja, nu weet je het wel. Oké, begin jij met draaien, neem ik de eerste. Op welke komt die? Op hondenvoer of chocoladepudding? Oh shit. Ja, dat is inderdaad die bruine. Hondenvoer of chocoladepudding? Ik wal van hondenvoer, die heb ik al een keer op. Chocoladepudding. Ik ruik het hier, met. Het is gewoon hondenvoer. Ik ruik het gewoon hier. Godverdamme, ik kon de stank af. Oh. Hij is weg. Oh. Jezus. Oh god. Zo. Zo. Stinkt. Hey, maar nu ben jij, hè. Jij hebt... Ah, tandpasta of blauwe bes. Dat is allebei lekker. Allebei lekker. Dus deze toch? Ja. Tampesta. Oké. Lekker. Nu ben jij weer. Nu hebben we allebei zeg maar één vies al. Tampesta is niet vies. Ik wil echt geen kots, dan ga ik echt over mijn nek. Ah, dit is kokosnoot of babydoekjes. Dat is ja, ook wel lekker. Babydoekjes is niet. Is dat de witte? Ja, want die geen. Ik. Ja, dat is deze toch? Ja, dat is witte. Ik heb babydoekjes. Maar deze is wel lekker. Zeker raar om babydoekjes te proeven. Ja. Ik proef gewoon zeep, zeg maar. Ah, kots of tutti frutti. Nee, hij zit precies. Ja, nee. Hij zit kots of tutti frutti. Dat is deze zeker. Kijk, nee, die andere. Die roze. Die rozige. Ik durf niet. Doe nou maar. Zo dat je mag het niet uitspugen, hè? Zo, je hebt geluk. Nee, ik hoop dat hij op groen komt, want dat is allebei lekker. Kots of tutti frutti. Kut, ik heb ook nee. Kots, ja. Ja, maar waarom is die rood dan en die andere paard? Shit. Succes. Ik weet zeker dat ik kots heb, ik weet het. Dat kan al bijna niet anders. De kans is groot dat je kots hebt. Hoezo? Kijk hoeveel roze er zijn. Ja, oké. Okay. Jij zou wel kots hebben. Mazzel. De eerste die nu die kots of tutti frutti krijgt, die heeft een probleem, denk ik. En ik hoop dat jij het bent. Ja nee. Hoor! Shit. Ew. Die roze. Oh ja? Dit is lekker, maar het is een andere smaak dan net. Volgens mij heb ik het verkeerde gepakt. Tutti frutti of stinksokken. Je hebt geen kots hier. Dit is kots. Die oranje is kots. Maar ik heb nog geen stinksokken geproefd. Ik hoop dat dit chocoladepudding is, echt waar. Anders is het echt. Alweer. Weer hondenvoer. Doe je kou met je mond dicht, Mitch. Oh my god. And ik heb altijd hondenvoer. Altijd. Ik heb nog nooit chocoladepudding gevoeld. Nou, waarschijnlijk krijg ik zo meteen chocoladepudding. Babydoekjes of... Oh, ik dacht dat je die rotte eieren had. Babydoekjes of? Of limoen. Babydoek. Nee, of kokos.
koken. Zo. Alsjeblieft. Nee. Het ruikt meer naar hondenpoep dan dat het naar hondenvoer ruikt. Nee, normaal. Baby doekjes. Gras of limoen? Dat is allebei lekker. Gras of limoen? Dat is best wel lekker. Ja, totdat je dadelijk hondenvoer hebt, jongen. Tarmpasta of blauwe bes? Dat is niet boeiend. Blauwe bes. Is die lekker? Ja. Kots of kots of persik? Kots of persik, mensen? Ik hoop dat je kots hebt. Ja, dat is kots. Doe je zonnebril even af, hoor. Doe voor je ogen. Nee. Het is echt. Doorslikken, je mag het niet uitspuren. Dit is echt zo vies dit. Hou hem eens in mijn neus, ik ga het nog een check. Ah, dit is gewoon zuur. Ah. Het is heel raar, want het is, je proeft wel kots. Echt dat die zure kots. En dat het warm wordt in je mond. Maar, maar die smeert zit er niet in. Er zit ook een zoet bijsmaakje. Ja, gewoon. Limoen. Limoen of gras was dat eigenlijk? Maar limoen is ook lekker, gras is ook lekker. Gras is lekker? Mm-hmm. Gras smaakt lekker. Hier. Dude, hij eet gewoon een hap gras erachter. Dus ik heb het ook doorgeslikt. Ja, ja, gras is ook lekker, dus ik pluk een stuk gras en eet gewoon op. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een blauw duimpje omhoog als je deze challenge leuk vond. Reageer wat je ervan vond. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En de groeten van voeten. Baby de kies. Yo.